De eerste aanzet tot FC Utrechts voetbalpaleis werd in het midden van de jaren 70 gegeven: contacten tussen ex-FC-voorzitter Kees Werkhoven en Ballas Nedan BV. Werkhovens Vloerenbedrijf en Ballas Nedam werkten destijds samen aan een project in Koeweit en vormden de basis voor het nieuwe Galgenwaard. Van het oude Galgenwaard en de openingswedstrijd op 18 augustus liggen nauwelijks tien maanden. Er is in Utrecht-Oost dus flink aangepoot de achterliggende periode. Bij de eerste aanblik daarvan valt onmiddellijk het verschil op tussen de accommodatie die nu gerealiseerd is met het oude stadion, dat daarvoor gesloopt moest worden. Zonder ons nu te verliezen in een gedetailleerde opzomming van de onderdelen waarin het nieuwe stadion zich van het oude onderscheidt, is duidelijk dat op de historische plek Galgewaard een totaal andere accommodatie is verrezen. Zonder overdrijven kan stadion Galgewaard doorgaan voor de modernste voetbaltempel van Europa. Het uitzicht op het veld wordt nergens belemmerd door hekken of palen. Tussen veld en tribunes is een gracht aangelegd waardoor het publiek het stadion kan binnenkomen en verlaten. In de catacomben van Galgenwaard bevinden zich voor de spelers onder meer riante kleedkamers, bad- en doucheruimte en een spelershome. Toeschouwers en supporters van de FC kunnen terecht in een prachtig restaurant. Momenteel zijn er 12.000 zitplaatsen en 1.100 staanplaatsen. Know your history is een onderdeel van bunnixsite.nl